Toen 200 miljoen jaar geleden de zeelaag verdampte, ontstond de unieke zoutlaag onder Twente. In de bodem onder Hengelo en omgeving bevindt zich op ongeveer 450 meter diepte een dikke laag steenzout van 50 meter. Met de modernste technieken boren we tegenwoordig naar zout. Het zout wordt momenteel uit de grond gehaald op zo'n 90 locaties. De zouthuisjes zijn daar het meest herkenbare beeld van. Dit zout wordt met behulp van water uit de grond gehaald. Eenmaal bij AkzoNobel wordt het pekelwater gezuiverd, ingedampt, gedroogd en geschikt gemaakt voor consumptie of verwerking in chemische processen. Bij Salt Specialties maken we het zout geschikt voor alle soorten consumptie. Van Yozo-verpakkingen voor de Arabische markt tot likstenen die naar China gaan. Zo wordt zout uit Twente overal in de wereld gebruikt. Dit zout uit Twente wordt voor het eerst ontdekt in 1887, wanneer er op landgoed Twickel een put wordt gegraven voor drinkwater. Men treft op 800 voet diepte zoutwater aan. CoVis begint met een onderzoek naar zoutwinning in de Twentse bodem. Bij proefboringen wordt in 1911 zout aangetroffen en wordt de concessie aangevraagd voor de exploitatie van zout in Buurse. Na de Eerste Wereldoorlog was het belang van zoutwinning in Nederland duidelijk geworden. De oprichting van NV Koninklijke Zoutindustrie is een feit in 1918. In augustus van dat jaar wordt begonnen met het fabriekscomplex in Boekelo. Hier werd in 1919 5000 ton zout geproduceerd. In 1931 werd in Boekelo een chemisch bedrijf geopend, het chloor-elektrolysebedrijf. In een elektrolyse kunnen uit pekel in vaste verhoudingen natronloog, chloor en waterstof worden gewonnen. In 1933 verkrijgt het bedrijf de concessie Twente Rijn in de driehoek Hengelo, Boekelo en Enschede. Een jaar later wordt de eerste boring in de gemeente Hengelo gedaan. Kom, kom, het is niet zo erg. Er is nog zout genoeg hoor. In Boekelo. De hoofdvestiging van KNZ werd in 1935 verplaatst van Boekelo naar Hengelo vanwege de aanleg van het Twentekanaal. Met de aanleg van het Twentekanaal werd het transport van zout veel makkelijker. In 1936 kwam het eerste Hengelo-zout uit de fabriek en steeg de capaciteit mede door de aanleg van het nieuwe Twentekanaal van 77.000 naar 132.000 ton. Ook werd in Hengelo gestart met de productie van chloor, een belangrijk bestanddeel voor de chemische industrie. Dit werd Chemische Bedrijven Oost genoemd. Stoorchemie werd overgenomen en het hoofdproduct werd de productie van monochloorazijnzuur. Met de uitbreiding van Hengelo en de ligging naast het Twentekanaal kwam er in 1952 een eind aan de zoutproductie in Boekelo. 1946. Daar werd ik aangenomen door Geurt de Haas. Namelijk Berenschot, die had toen een organisatiebureau. En via dat organisatiebureau werd ik uitgezocht en kreeg ik de opdracht om de technische dienst in te richten. Het begon natuurlijk de werkplaats die als het ware in die periode, de oorlogsjaren en de vooroorlogsjaren, het was allemaal verouderd. Dus we konden met nieuwe beginnen, nieuwe gereedschappen, nieuwe machines. Op dat punt is de eerste fase waar ik terecht ben gekomen. Geurt de Haas had al een kartonverpakking en daar had hij zout waar jodium aan toegevoegd was. Yozo heette dat zout. Op een bepaald moment, toen hadden ze in Amerika zout in een cilindrische vorm. En de directie vroeg of we dat ook konden maken. Toen ben ik eigenlijk een beetje na gaan denken. En die Vimbos die bestond uit zo'n beetje 5 onderdelen. Een huls, een omwikkelen, een bovendeksel, nog weer eens wat en een bodem erbij. En we hebben toen
een bus ontwikkeld samen met Thomas en Drijver. Een bus die als het ware uit twee delen bestaat, namelijk de bus zelf en een sluitdeksel. Minder kan niet. De bus was zo ontwikkeld, door te draaien kon je zowel zout strooien, een klein beetje, en een groot gat erin voor andere doeleinden. Die plastic bus is ook uiteindelijk door het Nederlands Verpakkingsinstituut bekroond met de gouden noot. Dan krijg je als het ware dat er voor die tijd een ontwikkeling is die zeer nuttig is voor de maatschappij. Vanaf het moment dat ik er gewerkt heb, ben ik met plezier naar het bedrijf gegaan. Tot de laatste dag toe. Het is een heel mooi bedrijf geweest. En als ik nou nogmaals terugkijk al die periode, dan zeg ik ja, het is een fantastische periode geweest voor mij. In de jaren 60 ontwikkelt de zoutindustrie in Hengelo zich snel. Zo werd in 1960 de Centrale Research opgericht voor verdere ontwikkelingen op het gebied van zout- en chloortechnologie. De KNZ fuseerde met Koninklijke Zwavelzuurfabrieken tot KZK. In 1967 volgde een nieuwe fusie, dit keer met de Koninklijke Zwanenberg Organon tot KZO. Een jaar daarvoor is de nieuwe verpakkingsafdeling gestart en in 1967 volgt de introductie van het Broxo, dat uit is gegroeid tot het bekendste onthardingszout. In 1970 ontstaat door de samenwerking tussen de AKU en KZO de naam AXO, dat in 1971 zorgt voor de oprichting van AXO Zoutchemie te Hengelo. In 1974 wordt er een nieuwe MCA-fabriek gebouwd. Monochloorazijnzuur wordt onder andere gebruikt door de farmaceutische industrie. Met de ingebruikname van het nieuwe kantoor in 1976 staat er een voor die tijd modern complex dat inmiddels een capaciteit heeft van 1,5 miljoen ton zout en 1500 medewerkers. Het energiebedrijf Salinco wordt in de jaren 90 opgericht. Een 50-50 joint venture van Essent en AXO, waarmee AXO in haar eigen energiebehoeften voorziet. In diezelfde tijd wordt eveneens het nieuwe zoutverwerkingsbedrijf in gebruik genomen. In 1994 wordt de naam AXO Nobel voor het eerst gebruikt nadat AXO fuseert met het Zweedse Nobel. In 2006 werd het chloor- en MCA-gedeelte overgeplaatst naar Delfzijl vanwege zorgen over de chloortransporten. Hierdoor werd de focus in Hengelo weer puur op zoutproductie gelegd. Dit zorgde wel voor een forse reductie in het aantal medewerkers en een verandering van de productielocatie. In 2007 werd het nieuwe lab geopend, waar men de kwaliteit van zowel kanaalwater als de verschillende zoutproducten waarborgt. Als we over zout praten, dan denken we vaak aan het eitje 's ochtends of aan wegenzout. Maar 85% van het zout wat we hier produceren gaat naar de elektrolyse-industrie. Daar wordt chloor van gemaakt. En chloor leidt weer tot plastics. Overal waar je om je heen kijkt, alle kunststoffen, de medicijnen, alles en alles wat uit de chemische industrie komt, begint bij natriumchloride en dat is het zout wat we hier winnen. In de afgelopen 100 jaar hebben we natuurlijk heel veel geleerd over zout winnen. Dat noemen we good mining practice. En dat gaan we natuurlijk toepassen in daar waar we opnieuw boren. En zo kunnen we nu heel goed weten hoe we die cavernes vormgeven en ook zeker weten dat als we uitgeproduceerd zijn, we stabiele cavernes overhouden. Het goede nieuws is dat in ieder geval er zout zit voor honderden jaren. Nou, laten we niet te ambitieus zijn, dus we kijken niet verder dan de eerste 100 jaar vooruit. En we zijn ook ernstig van plan dat te blijven winnen. Als zoutbusiness is het voor ons belangrijk ten eerste om het draagvlak in de maatschappij te behouden voor de activiteiten die we hier doen in de omgeving. Ten tweede willen we natuurlijk een betrouwbare leverancier zijn naar al onze klanten in binnen- en buitenland. En ten derde dragen wij bij aan wat we noemen de energietransitie. Het voorbeeld hier in Hengelo is natuurlijk Twents met zijn stoomleveranties naar Akzo Nobel voor onze zoutproductie. Maar de restwarmte gaat naar stadsverwarming. En zo dragen we bij om die loop te sluiten. In de regio zijn wij een van de grootste werkgevers. En we geven niet alleen het werk, maar we doen daar ook allerlei andere maatschappelijk verantwoorde dingen. We subsidiëren theaters, sportverenigingen, lokale verenigingen, tot behoud notabene van het groen. Mensen die best wel kritisch zijn op wat we doen.
En dat maakt het ook ongelooflijk leuk. Twente is een landelijke regio waar je met zo'n bedrijf als AXO midden tussen de mensen staat. En met dat in het vooruitzicht kunnen we hier niet alleen 100 jaar zitten omdat er grondstof er zit, maar willen we hier ook 100 jaar zitten omdat er ongelooflijk veel vraag zal zijn en alleen maar zal groeien. Op de AXO Nobel-locatie in Hengelo staat een van de grootste en meest geavanceerde zoutproductiefabrieken ter wereld. Jaarlijks produceren we bij AXO Nobel in Hengelo zo'n 2,6 miljoen ton zout. Dat zout wordt met behulp van de laatste technologie uit de grond gehaald en over de hele wereld gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld plastics en medicijnen. Het zout uit Twente is essentieel en vormt al meer dan 100 jaar een onmisbaar product in ons dagelijkse leven.